Good morning, Brisbane. Nou, drie. Hallo, vlogger. Ja, mooi lukken. Nou, ze hebben ingepakt hoor, het is weer netjes. En op naar de Gold Coast zou ik zeggen. En daarna gaan we naar Springbok National Park. Maar daar kunnen we pas om 2 uur inchecken. En het is lekker zonnig buiten. Het is echt de beste reden ever om naar de Gold Coast te gaan. En even lekker naar het strand gaan. Want het strand hebben we nog niet gezien, hè? Met tijd voor refreshment. Here we fucking go. Do you like it in the car? Surfers Paradise, de Gold Coast. En het weer is fantastisch. Het is een graad op 30. De mannen zijn in het water. En we zijn even lekker van de zon aan het genieten. En welcome to Springbrook National Park. We zijn hier eind van de middag aangekomen. Well, we hebben de koffers uitgepakt. Of in ieder geval in het huis gezet. We hebben boodschappen genoemd en we komen terug. En we dachten dat we weer heerlijk rustig zaten. Maar hoor dit. Ik denk dat wij geen oog dicht doen vannacht. Dit is onze blokhut. Ze noemen het een chalet, maar ik vind het eigenlijk meer een blokhutje, Thomas. Ja. En we hebben even boodschapjes gedaan. En ik denk dat we vanavond maar even gaan bubbelen. Morgen zal ik wel even een goede tour geven. Als het licht is. Maar het is vooral... Ja, wat is het? Back to basics. Ook wel heel erg leuk. En dan wakker worden met dit uitzicht. Mooi hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is onze veranda. En dat is dan ons huisje. Deze kant slaapt Bas. En daar vind je de keuken met 3 plantjes, de badkamer. En het is alweer dag 4 in Australië. We zijn net wakker geworden in het prachtige National Park. Waar ik jullie uiteraard veel meer van ga laten zien in de aparte vlog die hierover online gaat komen. We hebben goed geslapen, ondanks dat het echt een mega smerig huisje is. Het wordt dus 's nachts heel erg koud, dus er wordt veel hout gestookt. En alles ruikt naar houtkachel. Dat is heel lekker als die uitstaat. Het is minder lekker als alles ernaar stinkt. Zelfs de verse ananassen ruiken niet meer naar ananas. Dus we waren vanmorgen ook alweer heel vroeg wakker, omdat we echt heel vroeg zijn geslapen. Om 6 uur wakker. Het is nu 7 uur. We gaan zo lekker op pad. We hebben de hele dag hier. En ja, ik kan niet anders zeggen dat ik heel veel zin in heb. Oh ja, en ik zal jullie onze rental even laten zien. En dit is dan onze bedmobiel waar we dan een beetje mee door Australië heen crossen. Een automaat. Alle koffers passen erin. Wij passen er dan ook nog bij. En hij rijdt echt super lekker weg. Daar ben ik heel erg blij mee. En een kleine sneak preview van de omgeving hier. Iets minder tropisch dan het noorden van Queensland. Het is echt meer bosachtig hier, maar wel heel erg mooi. Nou, we zijn al sportief bezig op deze vroege morgen. Het is 1 uurtje of 8. En we gaan een rondje doen van 4 kilometer. En dan gaan we eens even kijken of we beneden bij de waterval uit kunnen komen. Welcome to Springbrook National Park. Er staan 2 grumpies. Springbrook National Park. Ja. Ja. Springbrook. En het eerste wat we doen als we binnenkomen is een lekkere geurkaars aan. Want alles stinkt naar houtkachel. En we zijn op weg naar de Sunshine Coast. Island down with you. My canvas to show you. My barren gold. Show you my broken soul.
tell myself sure. A bargain to be made. I feel the ricochet. Goedemorgen, het is 7:15 en het is best wel vroeg. Ik ben al aangekleed opgemaakt, want we gaan zo meteen naar mijn familie toe. Yay! We hebben gisteren richting de 700 kilometer gereden. Van Springbrook naar eerst 180 kilometer naar de Sunshine Coast om mijn nichtje te zien, waar we gezellig mee hebben geluncht. Dus daar zijn we een paar uurtjes geweest, we hebben haar huis gezien. Ze kan nu auto rijden, laatste keer dat ik zelf gestudeerd toen heb gezegd. Zo gek allemaal. En we hebben hier geslapen bij de Rockhampton Palm Motor Inn Motel. Prima kamer, goed geslapen. En 7:15 was ik al klaar wakker, want ik wil niks liever dan gewoon verder omhoog rijden. We hebben vandaag nog 330 kilometer voor ons. Dus als we 8:00 in de auto zitten, dan zijn we nu met lunchtijd. En dan gaan we ze verrassen. En hopen dat ze thuis zijn. Mijn nichtje weet in ieder geval van dat we vandaag komen. En ik hoop dat de rest ook gewoon thuis is van werk. En dan zien we ze allemaal langzaam binnen druppelen. Maar ik kan in ieder geval niet meer wachten. En na een heerlijk ontbijtje op naar elkaar. Yes! Goedemorgen, het is dag hoeveel in Australië? Dus officieel zijn we bijna 7 dagen van huis. En dit is het uitzicht met ontbijt. Met lekkere granola voor het ontbijtje. Hoi! Walking through and talking to see your shorts and even close with you. Never stop and getting drunk. Just stay it up till we can hide. I'll be sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Just let it be. Vandaag zaterdag. Ja, het is zaterdag alweer. Dagen gaan echt heel hard hier. Het is lekker weer. Het is een beetje bewolkt. En we hebben gisteravond op het nieuws gezien dat er in het noorden een cycloon zit te broeden. Dus daar verwachten we rond kerst heel veel regen van te krijgen. In ieder geval wordt het hele dagen regenen. Dus ja, nu nog even genieten van het mooie weer. Dus er zijn alle plannen, alles wat we willen doen en zien, zijn we even aan het kijken of we dat voor kerst in kunnen plannen. En dit is dus het gastenverblijf waar wij verblijven. Daar zal ik de volgende vlog wel even meer aandacht aan besteden. Deze ga ik zo meteen ook even afsluiten. En de planning was om hier ieder weekend een vlog te monteren en online te zetten. Maar we hebben problemen met de wifi hier. Dat doe ik lekker thuis. Dus als ik thuis ben, dan ga ik dat doen. En dan komen de eerste dagen gewoon even wat vlogs online. De weekvlogs, het is even niet anders. Ik ben nu hier en daar wil ik ook van genieten. Ik ga nu niet in een internetcafé zitten om te zorgen dat alles op tijd online staat. Dus volgende week, morgen dus denk ik, of overmorgen, dan laat ik je even het gastenverblijf hier zien. Ik geloof niet dat ze heel blij worden als ze het huis van mijn familie laat zien. Maar goed, dit kan prima. Ik ga zo even een rondje wandelen door de tuin en ik zal je even een impressie geven hoe dat er hier uitziet. Wat je hier allemaal ziet, dat is dus gewoon tuin van hun. Mijn oom heeft een halve berg. Er is even een rondje lopen, even kijken wat er veranderd is. Het is vooral heel erg droog omdat ze heel weinig regen hebben gehad. Dus dat er een regen kwam van de cyclone, zijn ze hier heel erg blij mee. En jongens, het uitzicht, het is fantastisch. Hier zou ik voor tekenen om het iedere dag te kunnen hebben. Echt heerlijk.
This is all we're living for. Why are we doing it anymore? I used to recognize myself, it's funny our affections change. Come on, let it go. Goedemorgen, het is vandaag zondag en dat betekent dat ik de vlog eigenlijk gisteren af had moeten sluiten. Dus dat ga ik nou even doen. We gaan vandaag naar Airlie Beach, slapen we de nacht. En dan gaan we de volgende dag naar de eilanden. Dus dat zie je in de volgende vlog. Het gaat zeker heel erg mooi worden. Dus ja, hou ze even in de gaten als je het leuk vindt. En dan wil ik jou bedanken voor het kijken. Doei! Hey, wat leuk dat je nog even blijft hangen. Vond je mijn video nou leuk om te kijken? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan hier via de button rechtsbovenin. En neem ook eens een kijkje op mijn andere social media kanalen. Deze vind je boven mij.